Dag bezoekers van Weer Station De Arend, goeiedag. Het is vrijdag 28 januari, ja, omstreeks. Nou, dan moet ik even een horloge geven. 2:30. En inmiddels is de temperatuur hier in de omgeving waar ik nu sta, en u heeft het al een klein beetje op de achtergrond gezien. Ik sta nu al opgelopen boven de 0 graden, terwijl het elders in Nederland nog behoorlijk vriest. Wel, kijkt u even met me mee. Nou, dan begin ik hier met ijs. Dat wil zeggen, want u ziet, dit is de standaard opstapplek die eigenlijk altijd al na één nachtje dicht ligt. Maar hij ligt niet overal helemaal dicht. Helemaal in het begin is hij open. En de reden waarom ik altijd naar dit plekje ga, is simpelweg gelegen in het feit omdat hier het grensgebied met het grotere open water altijd een aardige indicatie geeft over de rest van de ijssituatie in Ankerveen. Wel, u ziet het. Het is niet veel. En nou hadden we natuurlijk ook niet heel veel verwacht. Maar ja, je weet het maar nooit, hè. En als dit was dichtgeklapt vannacht, dan hadden we nog wel eens een aardig schaatstochtje kunnen maken op zondag. Maar dat zit er denk ik voorlopig niet in. Nou ziet het er wel naar uit dat de vorst. Inmiddels ben ik even naar de overkant gelopen en u ziet het, ook hier is het nog erg veel water. Zowel aan deze kant als aan deze kant. Goed, ik keer weer terug naar waar ik gebleven was. Ik wilde zeggen, de vorst blijft er nog net eventjes iets langer in dan verwacht. Laat me zeggen, een beetje tot en met dinsdagnacht. Dus nou, wellicht geeft dat misschien wat kansen, maar dan is het vooral van belang wat we vannacht hier in de omgeving gaan meten. Nou, een min 7 hebben we toch minimaal nodig. Nou, u snapt, dan is die min 7 op dit water in ieder geval absoluut niet te doen, want dan zal er net een centimetertje of 2, 3, misschien 4 liggen en that's it. Tja, nou, mooie beelden. Want we hebben uiteindelijk weliswaar een speldenprik van de winter, maar het is wel de situatie zoals we die ons eigenlijk wensen. Namelijk een hoge drukgebied ten noordoosten van ons, en dat is die richting waar we nu kijken. Ligt een hoge drukgebied niet alleen maar ten noordoosten, hoor, maar we hebben in ieder geval een noordoostelijke stroming. Prachtige onbedekte hemel. Dat betekent dat er ook vandaag nog veel uitstraling is. En wellicht op de plekken waar er ijs is, er misschien nog wat aan het groeien is, ondanks de temperatuur dat iets boven nul is. Maar ja, de zon staat aan eind januari alweer inmiddels behoorlijk hoog. Dus ook dat heeft een negatieve inwerking op de ijsvorming. Resumerend, winter geeft een speldenprik. En of we aan het eind van die speldenprik hier nog een paar slagen kunnen maken, blijft een vraagteken. Wel, met deze prachtige beelden neem ik afscheid van u. En ach, de winter is nog niet voorbij. Wellicht zien we elkaar toch nog een keer terug. Nou, dat zeg ik eigenlijk wel, maar misschien ga ik hier morgen ook nog wel even kijken. Maar goed, dat zien we.